In deze tweede tutorial in de Halloween-stemming gaan we ook weer wat, wat leuks maken. In dit geval gaan we wat verder kijken naar hoe je met de basisvormen zou kunnen werken. En. Voegen we daaraan toe de Line Segment Tool en de Arc Tool. Um, dus daarmee kunnen we nog net wat meer dingen gaan creëren, maar toch een beetje in de basisvorm blijven. Um, in eerste instantie wil ik graag het, uh, het enge kasteel op de achtergrond gaan, uh, gaan bouwen. En dat begin ik aan de hand van deze schets hier onderin met een, uh, met een rechthoek en een driehoek erbovenop. Om alvast een beetje die vorm te gaan krijgen. Um, en die plaats ik hier netjes. Uh, op De wereldbol um, en die wil ik eigenlijk dezelfde kleur hebben als dat de wereldbol is. nou is het het mooie dat ik met het pipetje hier aan de linkerkant de eyedropper tool um, de andere vorm kan selecteren en dan zie je dat die automatisch de kleur ook gelijk voor je gaat overnemen en dan zitten we gelijk al, uh, al goed en dat is wel prettig. Um, vervolgens wil ik daar graag een, een driehoek bovenop hebben nou, daarvoor kunnen we weer de start tool gebruiken en vanuit het midden. Kunnen we dan met de Shift tool een mooi dakje gaan, uh, gaan creëren. En die plaatsen we natuurlijk wel weer netjes bovenop. Op deze manier. En dan wil ik hem ook graag wat lager hebben. Nou, vervolgens wil ik ook nog een torentje gaan bouwen. Dat is een beetje dezelfde vorm als uh, de vorm hier onderin het uh, kasteel. Um, alleen moet hij wat smaller worden. Dan nou, kan ik opnieuw een rectangle tekenen. Of ik pak de Alt. En daarmee kan je dan een kopietje uh, maken. En komt daar weer een driehoek bovenop. Misschien ietsje aan de hoge kant. Um, en nog eentje erbovenop. Maar dan net een stukje hoger en smaller. Zodat hij precies daar gaat. We beginnen op de lijn van de onderste driehoek. En dan hebben we al een beetje die vorm hier, hier staan. Waarschijnlijk zou die wel wat, wat kleiner kunnen. Um, dus ik maak uh, een selectie met Shift van uh, beide driehoeken. En ik sleep hem naar, uh, naar binnen toe met Shift en Alt ingedrukt. Zodat ik een beetje naar het midden toe ga werken. En dan zou dit al een mooier resultaat kunnen zijn. Nou, natuurlijk wil ik dan ook nog die, die torentjes hier aan de zijkant ernaast hebben. Laat ik daar alvast eentje van maken. En die heeft ongeveer deze vormen nodig. Dus een rechthoek en een driehoek. En met Alt sleep ik die er ook weer, weer uit. En plaats ik deze er nu uh, naast. Um, vervolgens deze. Ook alweer wat groter maken en wat breder maken. En ik wil graag dat deze twee objecten um, ja, netjes gecentreerd staan. Um, nu valt het dakje er haast van af. Nou, wanneer ik met shift beide objecten selecteer, dan kan ik ze um, hier bij Align aan de rechterkant netjes in het midden neerzetten. En hebben we op die manier dat voor elkaar. Nou, in dit uh, silhouet van, uh, van gebouwen, daarin moeten nog wat uh, raampjes gaan, gaan komen. En eigenlijk ook wat, wat diepte gaan, gaan ontstaan. Dus als ik nu de raampjes zou willen gaan maken, dan kan ik dat ook weer gaan doen met een uh, rechthoek. En laat ik die bijvoorbeeld hier alvast gaan, uh, gaan tekenen. Het eerste raampje. En ik wil het idee geven dat daar licht binnen is. Dus ik kies voor mijn fill color voor deze rechthoek. En kies een gezellige oranje kleur. Uh, kies voor wat oranje om wat meer warmte te krijgen in het plaatje. Um, en daar heb ik er een, een paar van, van nodig boven elkaar. Dus als ik ook hier weer de Alt pak. En een kopietje maak. En nog een kopietje maak. Dan kan ik ze met shift ook weer alle drie selecteren. En met alt er een zestal van gaan maken. Nou, om het nu nog wat, uh, wat minder recht toe recht aan te gaan maken, uh, kunnen we ook hier weer de direct selection tool gaan, uh, gaan pakken. En bijvoorbeeld dit puntje hier rechtsboven pakken. en hem een beetje naar beneden halen. Zodat er een beetje een gebogen curve gaat ontstaan. Ook al zijn het toch uh, rechte lijntjes uh, in dit uh, in het ruitje. En dat zouden we ook kunnen doen door bijvoorbeeld uh, uh, de punten hier wat meer te gaan aanpassen. En ze wat naar beneden te gaan slepen. En wanneer het wat te veel naar elkaar toe snapt, dan zou je wat kunnen gaan inzoomen en het op die manier wat, wat zorgvuldiger gaan doen. Bijvoorbeeld uh, uh, zoiets. Nu zijn het uh, zes verschillende ruikjes die eigenlijk wel bij elkaar horen. Wanneer ik dat ga selecteren, dan zou het fijn zijn als dat bij elkaar hoort. Dus als ik nu met shift alle zes citeer uh, is dat best wel wat, wat keer, uh, keer klikken. Um, ik kan hier ook een groep van maken via object, group. Kan ik ze groeperen en dan hoef ik slechts maar één keertje te klikken. En dat is ook uh, command G op de Mac. Ik heb het uh, ruitjes systeem nog een keer nodig bij het linker torentje. Dus ik doe alt en sleep en pak ze gelijk alle zes gezellig mee. Um, alleen dit gebouwtje um, Ga ik ook even groeperen voor, de, voor het gemak. Command-G. Um, dat ligt in de diepte. Um, dit is eigenlijk het voorliggende huis. Um, dus als ik hier kies met mijn rechter muisknop voor Arrange. Dan zou ik hem naar achteren kunnen sturen. Um, of een stukje naar achteren. Nou, ik dat een paar keer uh, doe. Rechter muisknop, Arrange, Send Backward. En dan valt me ook op dat hier Command-Rechten-Brackets uh, um, wordt weergegeven als sneltoets. En als ik dat ga doen, Command, Brackets, dan zie je dat ik op een gegeven moment netjes achter de driehoek ga verplaatsen. En dan hebben we nu dit systeem voor elkaar. Nou, als ik nu Alt en Sleep doe naar de andere kant, dan zit hij ook daar er netjes achter. En kunnen we op die manier wat gaan aanpassen. Misschien ook iets mee laten lopen met de wereldbol. En dat is het ideale als het een, een mooi gegroepeerd object is geworden. Uh, Hiervoor in wil ik nog een, een deur gaan, gaan creëren. Uh, misschien nog wat, uh, wat schaduwval op het huisje. Uh, maar dit is in ieder geval al het idee. Dan doe even Command min om wat uit te zoomen. Want uiteraard wil ik met uh, wat andere tooltjes uh, nog wat grafzerken gaan maken. Dus we hebben hier bijvoorbeeld de line segment tool. Als nou, ik de line segment tool ga pakken om daar alvast een kruis neer te zetten in de begraafplaats, dan gebeurt daar in mijn geval eigenlijk helemaal niets. Er ontstaat wel een lijntje. Uh, maar ik zie hem niet als ik niks meer selecteer. Hij zit hier nog wel ergens. Maar dat komt omdat deze zowel geen vulkleur heeft. Maar bij een lijn vooral is het belangrijk dat er geen lijnkleur aanwezig is. Um, en die zou ik eigenlijk wel heel graag willen hebben. Ik wil hem in dezelfde kleur hebben als de Wereldbol. Dus ik kies hier voor de eyedropper. Maar in dit geval vult hij hem nu met een vulkleur. Ja, en een lijn heeft geen vulkleur. Die heeft een lijnkleur. Dus heel eenvoudig zou ik kunnen zeggen dat deze kleur. Mijn fill color in mijn lijnkleur terecht moet gaan komen. En dat kunnen we doen door middel van het swappen van deze twee kleuren. En dan hebben we nu een heel dun lijntje hier staan. Ja, een beetje grafsteen. Heeft al wat, wat meer volume. Dus als ik hier aan de rechterkant bij de stroke het aantal punten ga ophogen. Dan hebben we een behoorlijk lijntje hier staan. Nou, als ik nu nog een lijn ga tekenen. Met de segment tool. Dan houdt hij dezelfde instellingen. Dezelfde dikte. En hebben we een behoorlijk toffe uh, ja, grafzerk gemaakt? Natuurlijk kunnen we die ook weer gaan kopiëren met ALT of gewoon Command C, Command V. En heb je wat meerdere van die stenen gemaakt. Nou, om de glooiing van het landschap misschien een beetje aan te geven, uh, zou het fijn zijn als we wat, uh, wat heuveltjes gaan creëren. Dat zouden we heel erg goed kunnen doen met de Arc Tool. Met de Arc Tool um, kan je ook een lijn tekenen. Maar je ziet dat daar een kromming aan vast zit. Die moet je echt even aanvoelen. Maar als we deze nu hier gaan neerzetten. dan zie je dat daar een mooie lijn aan het ontstaan is. Maar die wil ik natuurlijk wel wat lichter hebben. Ik wil die lijn zien liggen. Dus ik pak weer de eyedropper tool. pak een ander kleurtje. en draai hier de kleur er weer even om. en maak hem ook weer wat, wat dikker. Deed niet net zo dik als de grafsteen zelf, het kruis zelf. Maar ongeveer zoiets moet wel gaan, uh, gaan lukken. En laten we nog wat heuveltjes ernaast maken met die Arc Tool. Nou, ook hier geldt weer dat het uh, handig is als je hem wil gaan hergebruiken, om het even met Command G te groeperen. En met Alt kan je hem eruit slepen. En kunnen we nog een uh, kruis gaan creëren. En op die manier nog wat meer gaan maken. En laten we deze ook nog ietsje lichter maken. Dus dat kunnen we doen met de, de line tool en de arc tool. Het belangrijke is natuurlijk dat dit een heel gezellig griezelig, griezelige achtergrond wordt voor een poster. En natuurlijk wil ik daar ook wel een deurtje bij gaan, gaan creëren. Dus als ik bijvoorbeeld hier een rectangle zou gaan, gaan tekenen. Waarbij ik dezelfde kleur wil gebruiken als de ramen. Pak ik weer de eyedropper. Draai ik hem wel eventjes om. Want dan kan ik namelijk een van deze punten gaan citeren Op deze manier. En wellicht wil ik dan ook nog ervoor zorgen dat, dat dit puntje er eigenlijk niet meer is. Met de delete op mijn toetsenbord kan ik dat puntje weghalen. En dan ontstaat het silhouet van de deur. Waar nog misschien een beetje licht uit aan te komen is. Ik plaats er nog wat lijntjes onder voor het idee van een trappetje. En ook die zou ik weer met alt eruit kunnen gaan slepen. Command D voor stap en herhaal. En misschien hem ook steeds een klein stukje uh, groter gaan, uh, gaan maken. Zodat er een trappetje ontstaat. Uh, en dat is denk ik het leuker als dat wat uit het midden gebeurt. Je hebt net al de online tool gezien, dus die zien we hier ook nog steeds aan de rechterkant staan. En als we die nu uh, op deze manier gaan plaatsen en met de pijltjes toetsen het trappetje een beetje in het midden gaan, uh, gaan neerzetten, dan krijg je het idee van zo'n uh, trappetje. Uiteraard ben je vrij om uh, de poster zelf verder uit te werken en er uh, zoveel mogelijk toffe dingen mee te gaan doen. Ik zet even de opname op uh, pauze en dan werk ik hem zelf ook nog even iets verder uit. En vervolgens zou dit, dan, uh, dit het resultaat kunnen zijn voor deze opdracht.